Een hele goede morgen allemaal. Het is maandag, tweede Pinksterdag. En ik heb hem net klaargemaakt. Ik zal even laten zien wat ik aan heb vandaag. Outfit of the day is dit topje van Lofies. Rokje van Verge Girl. Schoenen van Superga. Superga. En sieraden van mezelf binnenkort. Misschien als jullie dit zien, staat het online op de editcard. Deze ketting met een roosje. En deze oorbellen met een Maria erop. Superleuk. En deze ringen zijn van Wild Things. En mijn nieuwe horloge. Oké, ik ga lekker uit met deze kleine vriend hier. Want het is al 12:30. En we gaan lekker wandelen. Ga je mee? Oké, kom. Netjes. Hey allemaal, het is inmiddels geen idee. Hoe laat is het? 10 uur of zo. Vandaag heb ik heel slecht gevlogd, maar ik heb ook echt bijna niks gedaan. Zoals je kon zien was ik net even aan het schoonmaken en we zijn nu begonnen aan een nieuwe serie. Dus zo ziet onze avond er verder uit. Morgenochtend ga ik een nieuwe video opnemen voor Nelson en gaan we lekker aan het werk. Dus ik neem jullie de rest van de week lekker mee. Leuker dan vandaag. Oké, ik zie jullie morgen. Doei! Nou, video staat erop, foto's zijn gemaakt. Weer even outfit change en ga nu naar kantoor. Eerst Noors uitlaten. Zie jullie daar. En ik heb weer wat nieuws binnen. Namelijk deze ketting. En deze initial ketting. Laat even weten wat jullie ervan vinden. En of jullie ook zouden willen dat ik dit ga verkopen. Deze gaan we sowieso verkopen. Dat is wel op pre-order. Dus hou zeker eventjes de website www.editguide.com. Staat hieronder wel gelinkt in de gaten. Om te kijken naar de sieraden. Ik denk dat wanneer jullie deze vlog zien. Dat al het een en ander online staat. Maar deze dus wellicht in de toekomst ook. Oké. Ik ga even al mijn zooi inpakken. En dan boodschappen doen. En dan is het weer mooi geweest voor vandaag. Good morning! Het is woensdagochtend. En ik heb me net klaargemaakt. En ik heb vandaag een nieuw jurkje aan van Lofies. Ik denk alleen dat ik er nog iets van een riempje omheen doe. Want op deze manier, weet ik niet, voel ik me er een beetje lomp in. Ik denk even iets eromheen. Leuk laarsje eronder. Voel me niet zo lekker. Ik heb echt mega hoofdpijn en blaasontsteking. Dus ik ga zo meteen even naar de dokter om een flesje in te leveren. En dan krijg ik hopelijk iets van een pilletje of zo, dat het snel weer goed komt. Want dit is echt een rot gevoel. Ik ga even verder klaarmaken en dan zie ik jullie zo meteen op kantoor. Kijk, dit is de hele OOTD. Het jurkje dat is dus van Lofies. Gucci belt en dan mijn Balenciaga boots erbij. En deze super leuke ketting met een R. Kijk, binnenkort te koop op de Edit Guide. Net als deze oorbellen. En ja, dat is het. Ik heb een envelopje mogen voor een keer. Dankjewel. Het lijkt niks, maar het is wel iets. Ik heb een bepaald vermoeden. Oh. Maar ik denk niet dat je het kan raden. Nee? Nee. Nou, we gaan toeren. We gaan nog meer toeren. We hebben al zoveel getoerd ja, samen. Ja, dankjewel. Maar heel leuk. Dit is dan een keer wat anders. Dank je. Ik heb net eventjes... scherp. Net even mijn nagels laten doen. Het ziet er weer netjes uit. En nu weer op naar kantoor. Het is
donderdagochtend. Ik heb net een video opgenomen over deze make-up look. Dus wanneer jullie deze video zien, staat de video nog niet online. Of wel online? Ik weet het niet. Maar goed, maakt het niet uit. Nee, die staat nog niet online. Ja, die staat wel online. Mocht je nieuwsgierig naar zijn hoe ik deze look creëer, neem dan zeker even een kijkje op de rest van mijn video's van mijn kanaal. En ik ga jullie iets heel leuks laten zien. Want bijna alle sieraden die zijn binnen. En deze sieraden die gaan we allemaal verkopen op de Edit. We hebben deze leuke oorbellen met hartjes. Met een soort muntje eraan. En deze ringen. We hebben deze muntje. Nog een munt, kruisje, olifantje en roosje. En dan hebben we deze initial kettingen die je in elke letter kan krijgen. Deze zijn echt heel leuk. En dan hebben we deze grote hardlock. Die is echt super gaaf. Het is allemaal super gaaf. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het er zo leuk uitzien. Er komt dus nog meer bij. Er komen nog veel leuke oorbellen bij. Ook wat grotere oorbellen. En ik had jullie natuurlijk al wel een klein beetje af en toe dingetjes laten zien. Maar nu is bijna alles binnen. Ik ga even een ketting omdoen. Die hardlock necklace, denk ik. Ik ga het jullie even laten zien. Dit is hoe die eruit ziet. Ik vind hem echt zo mega leuk. De rest hiervan moeten we nog binnenkrijgen. Dit is een sample. Dus ik hoop dat die snel komen. Dus het duurt nog eventjes voordat deze op de website staat. Maar sowieso, als jullie nu deze video zien, staan alle sieraden op de website. Op theeditguide.nl. Hieronder zal een link staan. Neem dus zeker even een kijkje en laat even weten als je iets leuks bestelt. Love it! Oké, ik ga even Noorzaad laten en dan komt Angela. Dan gaan we dit allemaal fotograferen. We hebben gisteren al productfoto's gemaakt. En vandaag gaan we alles op mij fotograferen. Dus laat even weten wat je van de foto's vindt. En ik ben helemaal excited. Ik ben helemaal happy. En morgen... Nee, vandaag. Nee, morgen. Morgen komen bij ons ook nog de nieuwe telefoonhoesjes binnen. Die ook superleuk zijn. Die ga ik jullie morgen laten zien. Dus allemaal nieuwe producten. Allemaal helemaal... Leuk, ik zie jullie zo. Ik heb gisteren mijn extensions weer in in een ontkleurings-shampoo gehad. Ik hoopte eigenlijk dat die roze gloed die erin zat een beetje eruit ging. Maar het is alleen maar erg geworden. Maar goed, voor de shoot ga ik het wel in doen. Dus ik ga even mijn haar toeperen. En de boel erin hangen, krullen. En dan moet het er mooi uitzien, hoop ik. Angie in action. Sir. What she loves to do. Net leedjes maken. Oh, sorry. Je zit in mijn aura. Oh, sorry, ik probeer eventjes dit leuk. Ja, het ziet er toch super leuk uit, jongens. Yay! Helemaal blij. Oké, doe maar. Ja. We hebben hier een hele tafel vol props liggen. Dit huis zegt een Valhalla voor mij. Ja? Alles is goud, alles is mooi. Alles shines. Dit. Lekker shortje in de ochtend, hè? Heerlijk, daar starten we mee op. We zijn hier nu wat aan het fabriceren. Dit was Roos haar briljante idee. En we gaan dus hiervoor shooten. Voor dit laken. En de plant. En Roos gaat nog even stomen. Ja, deze moet even uit. Die dikke vouw daar. Ja, helemaal top. We gaan even een lunchbreakje halen hier. Doetje. Goed. Yummy. Dit ziet er mega goed uit. Gewoon zonde om op te eten. Hey jongens, nou we zijn weer veel te lang aan het werk. Ja. Het is al 7:30. We hebben dit nodig. Ja, Red Bull nodig en we hebben even eten besteld. En even pauze en dan de laatste loodjes en dan is het hopelijk klaar. Ik laat jullie weten. Tot zo. Yo, de website staat online. Dus wil je leuk sieraden shoppen, waaronder deze. Neem even kijken op de editkuik.com. En dan kwam mijn lieftallige wederhelft Leon Tarate net thuis met allemaal mooie dingen. Waaronder iets moois van My Theresa. Een cadeau aan mezelf. En Noors vindt het ook erg interessant. Kom even bij mij, Noors. Gaan we even naar baasje. Koekje. Je hebt nu al vieze neus opgemaakt, Noors. En what's inside the box? Het is van Balenciaga. Jij hebt het al gezien, toch? Ja.
Heb je het ook al uitgepakt? Nee, natuurlijk niet. Oh. Oh, het is de nieuwe fanny pack die je zowel zo love it schuin om kan hangen. Als dat je hem zo om kan hangen. Kijk. Mooi hoor. Heel mooi. Kijken. Zo moet hij, denk ik. Heel erg cool. We hangen dus allemaal van die bangles aan. En hij is dus bruin en ik heb nog geen bruine tas en dat wou ik heel graag. Dus vandaar dat ik deze mezelf voor mijn verjaardag nog extra cadeau heb gegeven. Kijken. Er zit één groot vak in. Nou, dat is het. Eén groot vak en zo'n klein flappie vlakje. I love it. Ik vind hem heel erg cool. Dan kun je hem ook stellen eigenlijk. Oh ja, kijk. Er zit een riempje aan. Dus dan kun je hem strakker doen om je heup. En ik zie dat hier ook nog een ritsvakje in zit. I love it. Ik hoop dat hij mooi blijft. En dat die stof niet te veel gaat pillen. Hier ben ik echt super, super, super blij mee. Oké, okay, zo, die leggen we daar neer. En dan was er nog wat binnen. Van Isabel Maran. Want die openen volgens mij een winkel in Nederland. Tasje. Isabel Maran is coming to Amsterdam. Mooi tasje. Leuk om neer te zetten. En daar zit, volgens mij zit er iets van een schaaltje in. Dat heb ik al gezien bij andere mensen namelijk. Ja, Isabel. Kan ik lekker 's ochtends mijn yoghurt uit eten. Dan het volgende. Dat is een hele grote zware doos van het merk Closed. En hier zit in... Dear Roos Anne, enjoy your new favorite closet pieces. All the best from Hamburg. Thanks. Oh, hadden ze hem nog wel. Deze roze hoodie. Met op capuchon staat heel groot closed. Very nice. En dan zit daarin een heel leuk jasje. Perfect met mijn nieuwe tasje. Love it nu al. Het is een soort van denimachtig jasje. Kort. In het beige. Mooi met jeans of met wit. Een beetje zo'n boxy-achtig model. Nice. En dan zit er nog een... Oh, dat is ook lekker. Een lange trenchcoat in. Had ik nog niet. Dus een korte trenchcoat bestaat. Hè? Ik zeg een korte trenchcoat bestaat niet. Er zit er nog een trenchcoat in, ook in een beige tint. En als laatste een t-shirt, wit t-shirt. En er zit een soort van glow-in-the-dark-achtige dingen op. Dus als ik dit aandoe met uitgaan of zo, dan komen er allemaal gekke tekeningetjes op mij te staan. Het staat erop, ik kan niet echt goed zien. Iemand. Het gaat over spijkerbroeken volgens mij. Nee, die vind ik jou niet uit. Kijk eens, wat leuk! Dit is het allermooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Mwah. Dat is Noors. Maar ik ga voor vandaag afsluiten, want het was echt mega druk en vermoeiende dag. Dus Tjallas, zie je morgen. Good morning! Outfit of the day. Dit t-shirt en dit rokje. En mijn tassie, oh, ik vind het zo leuk. En ook mijn Balenciaga sneakers eronder. Ik ga nu even gezellig koffie drinken met Fiona. Lekker ontbijtje. Broodje met ei en kaas. Heerlijk. We zitten hier
bij de Gillende Keukenmeiden. Ziet er heel gezellig uit. Hey, oké, ik heb nog 1%. Ik ga snel pakketjes op de post doen. We hebben gisteren super veel orders gehad op de nieuwe sieraden. En daarna ga ik even lekker thee drinken bij Denise. Ik ga nu mijn camera opladen. Ik heb hier een kabel in de auto. Dus ik zie jullie vanavond. Ciao! Een hele goede morgen allemaal. Het is zaterdagochtend. En ik heb gisteren niet meer gevlogd. Gisteren zijn wij de stad / kroeg in geweest. En het was heel erg gezellig. Het was laat. We waren om 3 uur thuis of zo. En Leon die moest gewoon weer werken. Dus de wekker die ging ook weer op tijd. Dus ik ben een beetje moe. Ik ben een beetje gaar. Maar het is echt heel erg lekker weer. En al mijn vriendinnen die zijn allemaal dingen aan het doen. En ik wil ook iets doen. Ik wil ook in de zon liggen. Maar iedereen is gewoon letterlijk weg. Dus ja. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik ga me nu eerst even klaarmaken. Ik moet eigenlijk ook het huis echt al een week lang gewoon schoonmaken. Geen zin in. Pukkel? Nee. Even ontbijten en Noors uitlaten. En dan hoop ik nog wat leuks te kunnen gaan doen vandaag. Ik laat jullie weten. Oh my god. Ik liet net gewoon mijn camera helemaal van boven naar beneden donderen. Shit. Hij doet het nog. Ik hoop dat het ook zo blijft. Ik ga dus lekker zwemmen. Met Noors. Noors heeft een zwemvest. Die nemen we mee. Want hij kan niet echt zwemmen. Maar wil wel een poging wagen. Waar zijn je brokjes gebleven dan? Oh, die liggen ook nog boven aan de trap. Oh. Nou, zie jullie zo. Hey, wat vond je ervan? Zullen we nog een keer? Kom, we gaan even proberen. Ja! Goed zo! Zo, lekker genieten met Melly. Ik zie echt helemaal niks. Ze zijn mega overbelicht. Maar het is wel heel lekker hier. En Noors geniet ook. Doei! Hey allemaal. Nou, inmiddels weer thuis en gedoucht en aangekleed. En een heel lekker middagje gehad. En Noors vond het echt zo geweldig. Die heeft de hele middag in het water gespeeld. En hij is nu echt helemaal uitgeput. Helemaal uitgeteld. Schatje. Dus was heel gezellig. En nu ga ik wachten op Leon tot hij thuis komt. En dan gaan we naar kampen. Want onze vrienden René en Elsa die zijn daar een nachtje. En dat is een kwartiertje van Zwolle ongeveer. Dus we gaan lekker met elkaar eten. En het is dus heerlijk weer. Dus dat belooft een lekker avondje te worden. Ik zie jullie daar. Ja. Joehoe! Gezellig in kampen. Een heerlijk uitziende carpaccio en mijn heerlijke... Heerlijk uitziende vriend. Ja, dat is ook erg lekker. Lekker hapje. Good morning allemaal. Het is zondagochtend. Wat heb ik gisteren als laatste gefilmd? Wat hebben we gisteren ook weer? Oh ja, was op terras in Kampen met Els en René. Maar goed, het is nu zondagochtend. We gaan naar Leon's ouders en daar zijn ons neefje en nichtje ook en... Dat is wat ik aan heb. Het is mooi weer. Dus we hebben een lekkere zomerse outfit aan. Ik heb sunnies van de Edit. Oorbellen van de Edit. Kettingjes van de Edit. Shirtje van de Zara. Rok is van Lovers and Friends. Revolve. Amerikaanse website. En Superga's. En het is hier één grote ontplofte bende. Jongens... Ik moet opruimen, maar het is gewoon te warm om op te ruimen. Alle zooi van de pakketjes. Ach. Maar goed, wij gaan die kant op. Dus ik zie die stakjes. Hey, allemaal. Hoe is het ermee? Yo, leidje. Nee. Wat zeg je? Hij wil er niet op. Het is inmiddels zondagavond. En wat hebben wij gedaan vandaag? Niet zo heel veel. Nou ja, we zijn naar mijn schoonouders geweest. En toen gingen we naar huis. Toen heb ik heel veel orders ingepakt. En heel veel orders besteld voor jullie misschien wel. Want deze ketting. Even kijken. Deze initial name tag necklace. Klinkt heel moeilijk. Is heel makkelijk. Is gewoon een
ketting met je letter erop. Maar in ieder geval, deze die bestel ik dus op pre-order, omdat ik niet het hele alfabet heb besteld. Dus als je dit heel leuk vindt om te hebben, dan kun je dat bestellen op theeditguide.com. Bedoel ik, theeditguide.com staat hieronder, kost €19,95. Deze ketting, die koop ik ook, die kost €22,95. En deze oorbellen ook, die zijn €19,95. Dus ik ben helemaal behangen met mezelf. Maar goed, in ieder geval, daarna gingen we een serie kijken. We hebben een hele goede serie gekeken, een Franse serie. En hij heette L'Amante, of zoiets. L'Amante. Het ging over seriemoordenaar. Love it. Ik hou van spannende series. Maar die hebben we nu dus afgekeken en toen gaan koken. En nu zijn we dus op zoek naar weer een nieuwe serie. En ik heb al heel veel gezien op Netflix. En ik vind dus ook heel veel dingen er echt heel dom uitzien. Dus ik weet niet zo heel erg goed wat we gaan kijken. Maar ik ga het even doorspeuren. Kijken of we het leuks tegenkomen. En dan ga ik ook hier bij de vlog afsluiten. Want het is zondag. Dus de week is weer voorbij. Volgende week wordt een leuke week. Een hele drukke week. Want morgen ga ik met Marlot van Jolie Lot afspreken. Dinsdag heb ik een event in Scheveningen. Woensdag zijn we aan het werk op kantoor. Donderdag heb ik een dagje met Sietske. Vrijdag heb ik voorbereidingen voor en mijn closet sale en de baby shower van Maaike. Zaterdag is de baby shower van Maaike. Dit staat al online. Of dit staat pas online wanneer de shower al is geweest. Dus wees niet bang. En zondag is mijn closet sale event. Dus ik ben elke dag druk en moet veel voorbereiden en organiseren. Dus het wordt een drukke week. Maar ik probeer jullie zoveel mogelijk mee te nemen waar kan. Ik heb geen idee meer hoe deze vlog in zijn geheel is geworden. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, doe even een duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!